Wat is hier gaande? Dit is Vintage and More. Dit is een grote beurs. Heel veel kleding. Bijzondere kleding. Brokanten. We hebben designmeubelen uit de jaren 60. We hebben zelfs tweedehands bruidsjurken. En kijk rond, zou ik zeggen. En, die bruidsjurk, is dat voor een prikkie? Voor een prikkie? Ja. Je die kan sneeuwwitte hier, bruidsjurk? Ja, je kan hier trouwen voor een prikkie. Ja, absoluut. Absoluut. Tweedehands merkkleding, klopt dat? Ja, absoluut. Absoluut merkkleding. Want dat betekent ook, het is vaak kleding van een goede kwaliteit. Of vaak, bijna altijd, hè, goede kwaliteit. En daar is vraag naar. Hebben we ook echte topstukken van een beroemde couturier? Op het moment heb ik zelf niet echt een topstuk van een couturier. Maar ik heb wel een paar hele bijzondere jassen uit de jaren 60, 70. Die zijn zo bijzonder en zo mooi gemaakt. Ja, daar watertan je van. En voor een leuke prijs. En voor een leuke prijs, ja, natuurlijk. Alles is hier gewoon heel erg betaalbaar. Want dat moet ook natuurlijk, hè. Dat maakt het extra aantrekkelijk. Maar de mensen moeten wel intree betalen? Ja, mensen moeten €3 intree betalen. Daar krijgen ze ook gelijk een kopje koffie of kopje thee voor. En dat is denk ik prima te doen. Hartstikke mooi, bedankt. Ja, geen dank. Ik sta hier bij Annette. Annette is iets heel bijzonders. Annette, wat hangt er achter jou? Ja, achter mij hangt een jas van Valentino. Red Valentino, Italiaanse ontwerpen, modeontwerpen, origineel. En je hebt ook Italiaanse schoenen? Ja, we hebben ook Italiaanse schoenen. Heb je alleen geluid? Of? Ja, deze. Van Savesti, ook hele mooie schoenen, mooie originele schoenen. Mooie rode schoenen, leuk bij de jas. Dus we hebben alleen designkleding. Hele rare vraag misschien, maar wat kost die geweldige mooie jas? Die jas kost €99. Het is een tweedehands, maar hij ziet er natuurlijk nog ontzettend goed uit. Hij is bijna niet gedragen, maar het is een ontzettend klein maatje. Het is een mini-esje. Mini-esje? Ja, anders was hij al lang verkocht. Maar een Valentino voor €99? Ja, als je hem nieuw moet kopen, betaal je €600, €700. Minimaal? Ja.